Rood van Hout, uiteindelijk een makkelijk avondje voor jullie en dat begon met een wonderschone 0-1 van jou. Ja, hij ging er lekker in. Bilater wilde volgens mij een actie maken. De bal viel neer. Ik speelde hem door de benen van Tegenstand en keek even naar de keeper. Die stond iets te ver voor zijn goal en ik dacht, nou, chip hem eroverheen. En hij ging er gelukkig heel mooi in. Ja, daarna had je nog zo'n moment bijna. Weer naar de rechterkant ben je uitgeweken en bijna maakte je nog zo'n bal. Ja. Althans, er was een gaatje. Ja, klopt. Dus die eerste ging gewoon lekker in. Ja. Dus jammer dat die twee dan niet erin gaan, maar ik ben prima wedstrijd gespeeld denk ik verder. Ja, want je bent belangrijk met twee ballen op medespelers, de 2-0 en de 3-0. Ook daar ben jij de man van de assist. Kortom, je was erg belangrijk in de eerste helft. Ja, ging lekker en ik ben sowieso een speler die als iemand beter voor staat, dan denk ik vaak van ja, dan moet je hem de kans geven. En ik denk in beide situaties stond Mario en Pieter er beter voor. Dus als je hem dan gewoon goed meegeeft en ze kunnen scoren, dus heerlijk gevoel. Ja, en dan te bedenken dat je vorige week niet in de basis stond. Heb je ook het idee dat je je moest bewijzen aan deze trainer? Ja, aan de ene kant wel natuurlijk. Als je vorige week op de tribune zit en je mag nu spelen, ja, dan doe je er alles aan om het te laten zien. Maar ik doe het vooral voor mezelf. Want ja, het is ook wel tik dat je vorige week op de tribune zit, terwijl ik afgelopen weken toch wel speelde gewoon. Dus was wel lekker dat je dan zo terugkomt. Ja, hoe ga je daarmee om? Met dan weer vertrouwen, dan weer geen vertrouwen? Ja, het is moeilijk. Als je te horen krijgt, net als vorige week dat je op de tribune zit, dan baal je enorm. Dan denk je van, ja, wat is dit nou? En dan kan je trainer wel schieten op dat moment. Dat is logisch, maar op een gegeven moment denk je van, ja, je bent voetballer, dus je moet gewoon... Het belangrijkste is dat je voetbalt. En als je de kans krijgt, dat je gewoon laat zien. Voor jezelf ook. En dat heb ik vandaag gedaan. Ja, want er zijn veel spelers die normaal speelden, die nu niet spelen. Luierink, eigenlijk El Hasnaoui. Merk je ook wel wat van onvrede bij dat soort jongens? Natuurlijk, ze zijn ontevreden over dat ze niet spelen. En, zeker omdat bijvoorbeeld Gijzen, die heeft denk ik bijna alles gespeeld. En dan wordt hij in één keer uit het team gegooid. Terwijl de reacties, of in ieder geval, hij hoorde altijd van trainers dat volgens mij dat hij gewoon goed deed en een stabiele factor was in de verdediging. Dus ja, ik snap dat de jongens ontevreden zijn. Daar hoor ik zelf ook bij op zo'n moment. Nog één wedstrijdje voor de winterstop. Wat verwacht je dat de clubleiding gaat doen? Komt er weer een nieuwe trainer? Ik zou het echt niet weten. Nee, ik zou het echt niet weten. En wat hoop je? Dat is een moeilijke vraag. Hè. Vorige week op de tribune zitten, dan heb je het gevoel dat er geen vertrouwen is vanuit de trainer. Deze week speel je. Dus.